Burgemeester Peter Reewinkel is er tegen dat de leden van zijn partij, de P van de A, de fractievoorzitter van de Sociaaldemocraten kiezen. Dat zei hij vanmorgen in een interview met Oog Radio. Volgens Reewinkel moet de Tweede Kamerfractie dat doen. Als de leden de fractievoorzitter kiezen, bestaat volgens Reewinkel de kans dat hij niet binnen de fractie past. De vijf kandidaat-fractievoorzitters gaan vanavond in Huizenmaas in de stad met elkaar in debat in de strijd om Job Cohen op te volgen. Door de dichte mist zijn vanmorgen rond 6 uur op de A7 twee mensen ernstig gewond geraakt. Hun auto sloeg ter hoogte van de stadsmarkering de Joker over de kop en belandde in de sloot. Beide inzittenden moesten met behulp van brandweer en een duikteam uit de auto worden bevrijd. Ze zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file van Vauxhall naar Groningen. Beide rijstroken gingen in de loop van de ochtend weer open voor het verkeer. Het windschoten Diep is weer opengesteld voor de scheepvaart. Doordat dinsdag een kade bij bedrijventerrein Euvelgunnen instortte met veel bouwafval, was het Windschoten diep gestremd. Momenteel wordt nog steeds gewerkt om het afval uit het water te halen. Ook de damwand wordt nog hersteld. Daardoor mogen er alleen schepen langs bij daglicht. Ook mogen de boten niet te groot zijn. De scheepvaartinspectie vaart uit voorzorg tijdens de werkzaamheden mee. De Groningse P van de A-voorzitter Piet Boekhout roept mensen op om kamers beschikbaar te stellen voor thuiswonende jongeren. Jongeren die een baan hebben en inwonen bij hun ouders met een uitkering, moeten in het vervolg hun ouders onderhouden. Dat is nieuw regeringsbeleid. De uitkering van de ouders wordt verminderd of zelfs stopgezet. Boekhoud protesteert met zijn oproep tegen dit regeringsbeleid. Hij schat dat het in de stad om 1100 gevallen gaat.